Welkom bij Sint Karel. El drie gaan naar het varkapoen. Echte ridders in het tweede leerjaar. Ik zou babbelen over het binnenspeelplaats. Daar mogen we spelen, kleuren, puzzelen, knutselen en ook spelen. Dat vinden we leuk! Elvire probeert de spelletjes van het binnenspeelplaats. De binnenspeelplaats, dat is een slim idee van juf Mena, juf Martien en juf Evi. Nu kan een deel van de kinderen altijd binnenspelen tijdens de speeltijd, waardoor de kinderen buiten ook veel meer plaats hebben. De kinderen van het vierde leerjaar probeerden de spelletjes van de binnenspeelplaats alvast eens uit. L5 en L6 naar het Koudenberg. We zijn onder het grond geweest naar de Koudenberg. De Koudenberg was vroeger een paleis. We moesten van allerlei dingen zoeken. Er waren veel oefeningen en dat was over de middeleeuwen. We hebben gezien hoe de middeleeuwen waren in Brussel vroeger. En, die kasteel, dat was een paleis en dit paleis werd op vuur gedaan. En, gebrand. Gebrand. Dus dit paleis werd zoals een museum. Het heet de Biep. En onder de Biep moesten we gaan oefeningen maken. En we waren twee gids. Ja, Erik en Annabel. En we hadden ook een maquette gezien. En we zijn door een straat geweest die vroeger een straat was, maar nu niet meer. De Isabella-straat. We zijn ook door een kapel geweest. En een kapel was vroeger een soort kerk. En er waren priesters erin. Ze bidden daarin. En voilà. Swimming in the pool, let's go swimming in the water.
thema het weer in het vierde leerjaar. We hadden ons eigen weerstation. We hebben heel de week de temperatuur, de regen en het wind gemeten. Dit filmpje maakte het vierde leerjaar. Er was eens een land waar de smurfen en de marsupilamis vredig samenleefden. Maar de smurfen hadden de prinses van de marsupilamis ontvoerd. Dus gingen de marsupilamis op pad om hun mooie prinses terug te halen. Oh nee, waar is de prinses? In de grote toren van de smurfen zat de prinses van de marsupilamis verborgen. De marsupilamis hebben hun prinses eindelijk terug. Ze leefden ook lang en gelukkig samen met de smurfen en hun mooie prinses. Het einde. De uitvindingen van het zesde leerjaar. Het zesde leerjaar moest een uitvinding maken met afvalmaterialen. Is er van mij? Ik heb alle dieren iets meegemaakt. Met wat heb je dat gemaakt, Samin? Met karton, fles, wc-papier, rolpapier en nog andere. Ik heb een coole, hippe handtas gemaakt met een oude broek. Ik heb die geknipt en zo. En je mag die zelf personeel. En je kan er zo spullen in doen. Ik heb een bloempot gemaakt met twee flesjes. Ik heb er geen echte bloemen in gedaan. Ik heb een trein in een bloemen gemaakt. Nou, die robot zijn niet. Ja. Mijn doos, dat zijn van mij. Hier blikjes. En de rand van mijn doos. Ik heb een inlogtoner gedaan, als je het even inlogtoner hebt. En welke humeuren heb je? Je hebt verdrietig, blij. Heb je nog één? Ondeugend. Oké, bedankt.